Nederlands record op naam van Irene Wüst. 1.13.83. Baanrecord op naam van Simeonato. Die niet in de A-divisie zal uitkomen. Het wereldrecord hadden we genoemd. Staat op naam van Klaassen, maar gereden in Calgary 2006. Deze Cindy Klaassen, houdster van meerdere wereldrecords. Op de 1500, op de 3000, op het puntentotaal. En Fatkulina is een jonge Russin die derde werd bij het WK junioren op de 1000 meter. Bij de afstandskampioenschappen. Klaassen won overigens in haar carrière maar één wereldbekerwedstrijd over 1000 meter in 2007. Haar afstand was toch vooral de 1500 meter. En nog altijd bezig met het terugkomen op het oude niveau. Dubbele knieoperatie afgelopen zomer. En een trage start van Klaassen en een flitsende start van Fatkulina. ...1.15.7 is de toptijd van deze Russin, die technisch ook goed rijdt. Het hele seizoen al goed op dreef is. Goede 500 meters ook heeft gereden. En als jonkie dus al mag starten in de A-divisie. Won een week geleden in de B-groep. In Calgary. Technisch vrij goed. En Klaassen heeft moeite om gewoon op tempo te komen zelfs. Wordt hier zoek gereden door Fatkulina. En eens kijken of daar een nieuw persoonlijk record komt. De 1.15.7 gaat uit de boeken. En het wordt 1.14.51. Goeie tijd zeg voor die jonge Russin. 1.14.51 is inderdaad voor de tweede keer vandaag een verbetering van het nationale record. Wat tot dit weekend op naam stond van Shurova. In de B-divisie vanochtend al verbeterd werd door Shikova tot 1.14.71. En nu dus op naam staat van Olga Fatkulina.